Terwijl we iemand zien, we full diamond, hallo. We krijgen full diamond hier en we krijgen allemaal melk en noem het allemaal maar op. Like, bruh, really? Deze mensen, wow. Deze mensen, hallo. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Assassination. We gaan vandaag weer lekker verder met Assassination. Heb jij er zin in? Klik natuurlijk wel eens even op dat duimpje omhoog. Bij voorbaat dank. We hebben natuurlijk allemaal kunnen zien hoe wij de afgelopen dagen vrij veel geluk, mazzel en kills hebben weten te maken, denk ik zo. We hebben natuurlijk eerste aflevering, aim ik natuurlijk al op Full Iron. Nou, dat is makkelijk gehaald. Zoals nog mensen neergehaald met Full Iron. Aflevering 2 hadden wij gewoon al een diamond piece. Ja, en toen kwamen we net eventjes het verkeerde persoontje tegen. En nu staan we dus weer hier met helemaal niks op het moment. En moeten wij ons best gaan doen om alles maar weer te verzamelen. Noem het allemaal maar weer op. Terwijl we iemand zien met Full Diamond, hallo. We krijgen Full Diamond hier en we krijgen allemaal melk en noem het allemaal maar op. Like, bruh, really? Deze mensen, wow. Deze mensen, hallo. Hallo, hé. What the fuck is... Wat? Wat? Oh boy. Wat? Squad up. Wat? Je neemt dat zelf. Neem ook een beetje gear. Weet je, doe ook een beetje gear iets. What the fuck? Neem die. Weet je, what the fuck? Oké, ik wou dus zeggen... We zijn dus dood gegaan. Inderdaad, door een hacker met full diamond. En nu hebben wij zelf full diamond. What the fuck? Ik bedoel... Deze week is echt de beste week ever. Er zijn zo ontiegelijk veel aardige mensen aanwezig hier. Oh, rustig aan. Er zijn zoveel ontiegelijk aardige mensen op dit moment hier aanwezig. Echt, what the freaking hell is going on? Echt waar, freaking insane. We kunnen weer helemaal door wat dat betreft met het gear wat wij nu hebben. Ik heb een hele squad gang hier bij me. Die mogen we natuurlijk gewoon wat dat betreft beveiligen, om zo maar te zeggen. We zien hier een hacker hier beneden. Kijk, we hebben er weer eentje, een hacker. Hey, sloeg jij mij? Jij sloeg mij, vuile hacker. Want we herkennen jou nog wel van de afgelopen dagen. Toen zat jij namelijk met hacks mensen te killen. Dus nou moet jij gewoon dood. Ik weet niet waarom iedereen hier achter elkaar aan zit. Maar oh, wow. Oké, dan. Moet je nagaan. Hier was dus net een hacker. En die heeft dus net gewoon iemand weten te pakken. Net met gear. Oh, zit hier nog een diamond hacker. What the fuck? Oké, kijk. Ik ben erg blij met het gear, of course, wat ik heb. Alleen niet met... Oh boy. Oh boy. Iemand help. Oké, er zitten hier nu twee hackers om me heen. Twee hackers, waarvan één met full diamond. Like for real, bruh. Really. What the fuck is dit? For real. What the fuck? Ik bedoel, twee mensen, één met full diamond. Loop hier gewoon zo keihard. What the fuck is dit? For real. Als ik nu nog een shop weet te halen. Echt waar, dat zou zo nice zijn nu. Alleen, ik denk niet dat het nou überhaupt nog gaat lukken. Maar goed, het enige wat ik kan doen is natuurlijk hopen erop. Maar, what the freaking hell is dit? For real? Even serieus? Wat is dit? Like, bruh. Oké. Ik weet één ding wel. En dat is dat morgen zullen we geen Assassination gaan uploaden. I guess. Want what the freaking hell gebeurt er? Like, ik krijg full diamond gedoneerd. Dat gaat op zich oké, weet je. Ik weet niet eens of ik überhaupt een kill heb gemaakt. Dat zullen jullie wel hebben gezien al. Want dan is natuurlijk de score veranderd. Ik weet dus niet of ik een kill heb gemaakt. Dan heb ik hooguit, laten we zeggen, even als voorbeeld één kill gemaakt. Nogmaals, ik weet nu niet, maar goed. Dan vervolgens kom ik in een soort van clash vol met hackers. Waarvan één met full diamond gear, die bunny hopt. En vervolgens ook nog iemand zonder die loopt... Wat? Hoe dan? Hoe kan je zo in godsnaam... Dit soort games leuk vinden om zo te spelen. En kijk... Wat ik natuurlijk ook meteen bij moet zeggen is, kijk, als ik gear krijg van iemand wat dan ook, en die persoon heeft daarvoor gek wat dan ook, alleen ik zie dat op dat moment niet, en die geeft mij gewoon gear en die hack niet waar ik bij sta, kijk, daar kan ik natuurlijk of course niks aan doen, weet je. Het is niet dat ik van een naam zie dat ik zeg van, oh nee, jij hebt dit, oh jij hebt dat. Kijk, dat kan ik natuurlijk niet weten, dus ik weet niet de gear van wie ik wat ik ook maar krijg,
Of ik dat krijg dan iemand die het ook bij elkaar heeft gehackt. Iemand die het legit heeft gehaald. Het enige wat ik natuurlijk nu wel weet is dat ik net flink ben neergehackt, om zo maar te zeggen. En dat eventjes nu een alles of niets fight nog maar ervan gaan maken, keer op keer nu. En dan misschien het een andere keer moeten gaan proberen, wat dan ook. Maar niet nu in ieder geval, want dit is absoluut niet te doen. What the freaking hell. Oké dan. Want ik kan natuurlijk wel keer op keer gewoon Iron Gear blijven verzamelen. Daar is op zich geen enkel probleem. Ik bedoel, Iron Gear, dat ik wil niet zeggen dat kan ik nu halen met de coins die ik heb. Maar je begrijpt wat ik bedoel, van dat is niet heel moeilijk, of course. Maar ja, als je er nu keer op keer op deze manier natuurlijk moet halen, dan wordt het in één keer natuurlijk wel een stuk lastiger. Oh, deze man heeft ook heks. Oh boy, rennen voor mijn leven. Dat wordt natuurlijk wel meteen een stuk lastiger. Dus ja, we zien in ieder geval wel allemaal al die mensen weer met Diamond Gear, als dit überhaupt zijn. Het ziet er nou uit van wel, I guess. Weet je wat? Vandaag, weet je wat mensen, het gaat nu ook niet eens meer om de score, wat ook, wat we überhaupt halen, wat dan ook, weet je. Ik bedoel, we gaan gewoon kijken, kunnen we ons nu hier tussen deze mensen gaan voegen? En wat gaan zij doen? Accepteren ze mij hier? Hallo? Hoi, ik ben, hoi. Oh, oké. Zo. Ik denk niet dat ik welkom ben in hun clubje. Ik was net bij de armor shop, hè, ja. Of was ik net bij de weapon shop of bij de food, ik weet het niet eens meer. Oh, nou ja, ik denk dat ik bij de verkeerde shop ben gespand, maar en daar was het. Ik denk niet dat ik welkom ben in hun clubje. Dus wat ik dan maar gewoon ga doen is, denk ik, hun nu voor de rest maar irriteren. Gewoon er naartoe gaan en hun aanvallen, like, ja, why not? Ik bedoel, het heeft totaal geen zin, of course, om om nu gear te gaan verzamelen. Want ik weet toch 100% zeker dat zodra ze mij ziet met gear is, ze van, hey, die moet dood, weet je wel. Dus ja, heeft totaal geen zin. Hoi, kan ik jou eraf hitten? Doei. Hoi. Oh, hij dropt zijn diamond sword naar mij. Oh, dankjewel. Ik heb een diamond sword. Ik heb een diamond sword. Jij moet lekker dood. Ga dood. Oh, 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 oh. Really? We zijn zelfs nog dood door de persoon die mij een diamond sword gaf. Fucken met deze mensen. Voor de mensen die vragen, Duffy, waarom update het scoreboard inmiddels niet meer? Kom op. Ik bedoel, hier hoef ik niet eens een serieus scoreboard nog voor verder te gaan editen. Like, ja. Yeah. What the freaking hell. Ik bedoel, het grootste gedeelte natuurlijk wat hier gewoon zit in deze server, die wil natuurlijk gewoon normaal spelen. When your crush tweets guys with apps, and then like only six pack views Batman. Oh, ze hebben een sad pepper gemaakt hier. Ze hebben gewoon een meme gemaakt in fucking Assassination. Oh, I stand with sad pepper. Look at this dude. Look at this dude. Oké, ze hebben wel gevoel voor humor. Oh nee, niet doen, niet doen. Leave me alone, leave me alone. Nee, ik heb niks. Ik heb helemaal niks. Ik was gewoon met Peppa aan het praten. Lul. Oh, oké. Oh boy. Oh boy. Nee, ik mag ook niet eens met Peppa praten. Like, ja. Wat moeten we dan nog doen? Like, gear of geen gear. Het maakt allemaal toch niet meer uit. We kunnen nog wel een keertje naar die diamond kijken. Doe daarover. We kunnen nog wel een keertje proberen aan te vallen. Oh, kijk, daar hebben we een hacker. Kijk. Nou, leuk man. Echt leuk. Wat? Oh, je gaat nou niks doen. Wat? Denk je echt dat je nou goed bent of zo? Oh, je gaat me nou een gear geven. Ga dood. Ga dood. Fucking dood. Zo. Weet je, kijk. Het is leuk dat deze keer mijn gear geeft, maar tegelijkertijd ook niet. Want we weten allemaal dat dit gear is allesbehalve legitiem. Weet je wel? En deze man is ook niet legitiem. En voor de mensen zeggen, Duffy, je bent gewoon slecht, je kan hem niet aan. We hebben net ook al eerder tegen die guy gevochten. Vandaar dat ik zeg van, hè, dat is ook een hacker. Het zit hier nu echt gewoon helemaal vol met hackers. En het maakt voor mij ook niet eens zo heel veel uit waar je spant. Want ze komen toch wel. Wat doen al deze mensen hier? Hallo? Hoi, oh, jij bent nu low, hè? Ja, jij bent 100% low nu. Ga's dood. Ga's dood. Hey, kill. Het kan namelijk nog wel kills maken. Het kan nog wel. Kom op. Oké, damn it. Dat had ik misschien niet moeten doen. We kunnen gewoon nog een keer spawnen hier bij de tempel. Waar zit die kerel? Hij moet hier ergens zijn. Oh, hier beneden zit hij. Kijk, hun spawnen ook meteen weer. Nu hebben we ook zoiets van, hey, met z'n allen hier spannen. Hey, hitte met z'n allen. Hey, hey. Jij moet ook dood. Hey. Hey, die is dood. Oké, lekker man. Hoi. Jij bent ook dood. Lekker man. Nou moet jij nog dood. Oh, nee. 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 Jij moet dood. Ophouden nou. Jij moet gewoon dood, jij. Hey. En dan in één keer gaat het lekker, terwijl we hier in één keer vier kisten hebben. Hey, dat wist ik helemaal niet. Ik wist niet dat hier vier kisten stonden. Oké, goed om te onthouden natuurlijk, voor als we weer een Assassin's Creed spelen.
On the top of this grey temple. Er zitten gewoon vier kisten verstopt. Hoi. Hoi. Oh boy, deze mensen hier ook. Die spawnen hier ook gewoon continu. Die hebben zoiets van, ja, weet je, wij spawnen wel gelijk op de top hier. En we proberen hier wel gewoon iets. Die moet bijna dood zijn. Hey, hij is... Oh, dan ga jij... Oh, jij gaat hem... Jij bent gewoon vriendjes met hem, hè? Dat is het. Jij bent gewoon vriendjes met hem. Dat is het. En jij gaat mij nu gewoon bijna... Ah, dan kom jij weer. Ja, ja, nou, jij bent dood. Hoppa. Hij gaat ook snel eten. Maar goed, daardoor regen ik natuurlijk ook weer. Dus wat dat betreft, ja, I don't give a damn. Ja, spring jij maar. Nee, dat is logica, weet je. Ik bedoel, je kan gewoon doodgaan, je kan niks doen, je kan gewoon wegrennen, je kan door hem... nou ja, laat ik maar zitten ook, joh. Laat ik maar zitten ook. Wat komt hier? Oh, hebben we hem nu weer hier, of wat? Oh, daar hebben we hem weer. Kijk, daar hebben we hem weer. Hoi. Weet je wat het is, mensen? Dit is op dit moment nog gewoon leuker dan gewoon in de stad rond... Holy shit, oké. Dit is op dit moment gewoon nog legit gewoon leuker dan in de stad rond te rennen en proberen om gear te verzamelen. Like, oh nee! Oh, dit ging niet goed. Oh. Gewoon hier letterlijk vechten zonder gear is echt gewoon nog leuker dan het andere. En ja, weet je, misschien dat ik wel gewoon nog een score op dat deze ben ook. Omdat ik toch kills aan het maken ben hier. Hey, jij moet dood. Jij moet echt dood nu. Oké, laat maar zitten. Ik moet dood. Mensen, weet je, we laten gelijk hierbij. Ik bedoel, game over. Het is gewoon fucking game over. Mensen, ik bedank jullie in ieder geval enorm voor het kijken naar deze aflevering. Wederom van Assassin's Nation. Mocht je het nou toch leuk hebben gevonden. En ja, ook Zed Pepper zijn. Klik even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw? Abonneer op de Vimeer. En mensen, tot de volgende keer.